Net zoals dat we in functies kwadraten kunnen tegenkomen, kunnen we in functies ook wortels tegenkomen, de zogenoemde wortelfuncties. En wanneer we met wortelfuncties te maken krijgen, is het heel belangrijk te beseffen dat de wortel uit een negatief getal niet bestaat. Kortom, er zijn dus bepaalde x'en die je niet in kunt vullen in een wortelfunctie. Er komt namelijk niks uit. En dan spreek ik ook wel over het domein en bereik. Domein, de waarden van x die we in kunnen vullen en bereik de functiewaarde of de i waarde die eigenlijk uit die functie komen. Nou, dus laten we eens kijken naar de standaard wortelfunctie. i is wortel x of f is wortel x. Dus de functie f wordt gegeven door fx is wortel x. Nou, wat is nu het domein van f? Kortom, welke waarden van x mogen we in deze functie invullen? We weten dat de wortel uit een negatief getal niet bestaat. Dat betekent dus dat voor x mogen we alles kiezen behalve negatieve waarden. 0 mogen we kiezen en alles wat groter is mogen we kiezen. Kortom, het domein van f wat we noteren met Df, is 0 tot oneindig. Nou, wat is de grafiek van f? Nou, we kunnen hier dus heel makkelijk even een tabelletje maken en even wat waarden uit gaan rekenen. Startend met 0, want we weten kleiner dan 0, daar hebben we niks aan want daar bestaat die ook niet. Nou, 0 ingevuld wordt 0. 1 ingevuld wordt 1. 2 ingevuld, de uit 2, afgerond 1,4. De uit 3, afgerond 1,7. De uit 4, natuurlijk 2. En 5, 2,2. En 6, 2,4. Nou, nu kunnen we dus de grafiek gaan tekenen. Om ook even een beeld te krijgen van hoe ziet nou zo'n wortelfunctie er eigenlijk uit. Of de grafiek van de wortelfunctie eruit. We hebben dus een startpunt. En dat is dus bijzonder, want heel veel functies hebben niet een startpunt. Die lopen eigenlijk oneindig ver door naar allebei de kanten. Dus hier start hij en vanaf daar wordt het dus langzaam steeds meer. En je ziet dus, hij vlakt als het ware af. Hij gaat steeds minder snel stijgen. Nou, nu zul je al bijna gaan denken: van, oké, okay, minder snel stijgen. Zit er dan ergens een maximum aan? Nou ja, is dat logisch? Als ik een grotere x invoer, krijg ik dan ook weer elke keer weer een grotere y of een grotere functiewaarde eruit? Ja. Dus ook al loopt hij naar oneindig, dan krijg je nog steeds grotere functiewaarden. Er wordt niet een maximum ergens bereikt. Wat is het bereik van f? Het bereik van f, dus de eiwaarde, de functiewaarden die eruit komen, die lopen dus van het laagste punt, namelijk een hoogte 0, het startpunt, beginpunt, gaat het daarna steeds verder omhoog. Dus het bereik van f wordt gegeven met bf is van 0 tot oneindig. Dus 0 en groter. De functie G. Ontstaat door f te spiegelen in de x-as. Nu zul je zeggen: hey, dat komt wel voor als een bekende vorm. Namelijk, het lijkt wel op een soort paraboolvorm. Wat is de formule van g? Dus hoe krijg je nou uit de formule van f de formule van g? Nou, spiegelen in de x-as, dat kun je ook wel doen door de functie keer min 1 te doen. Nou, is dat logisch? Als je x is 4 in f invulde, dan kreeg je daaruit een waarde van 2. En nu wil je niet de waarde van 2, maar je wil eigenlijk een waarde i van min 2. Een functiewaarde van min 2 wil je eruit krijgen. Dus hoe doe je dat? Nadat je de wortel neemt uit 4, dan krijg je 2, dan wil je eigenlijk dat het negatief wordt. Vandaar dat je dus een minnetje voor de wortel zet. Dus min wortel x is eigenlijk de gespiegelde variant van i is wortel x in de x-as. Nou, wanneer je naar die f en g samen kijkt, dan lijkt dat inderdaad op een soort parabool. Kunnen we dat ook bewijzen dat het inderdaad met een parabool te maken heeft? Nou, wanneer we de basisparabool eens gaan bekijken. I is x². Kan je dan zien dat dit een spiegelbeeld is. Het is namelijk een spiegelbeeld van deze grafiek I is x². Maar spiegelt, hoe moet je hem dan spiegelen? Nou, wanneer je deze spiegelt in de lijn I is x... Als je daar je, je spiegeltje op zou houden, dan zie je inderdaad die lijn I is de symmetrie tussen die twee functies. En dat betekent dus ook dat we eigenlijk die twee van elkaar af kunnen leiden. Kunnen we, is er een formule te bedenken? Kunnen we een formule bedenken voor de grafiek van f en g samen? Dus dat we van elk punt wat we weten, dat we die zowel als f voor f als g uit kunnen rekenen. Nou, als dat de gespiegelde vorm in x is... Dat is namelijk heel bijzonder. Wanneer je I is X hebt, dan wisselen eigenlijk die I en die X om. Bedenk maar, het is hem op zijn kant. Dus eigenlijk is voor die liggende parabool, als we dat zo mogen noemen, die F en die G samen... ...daar is eigenlijk gewoon de X en de I-as omgewisseld. Dus wat voor I is X-kwadraat die I-as was, is dat voor die liggende parabool nu die X-as. En wat eerst de X-as was voor die I is X-kwadraat... ...is dat nu voor die liggende parabool. Dus we kunnen dit ook schrijven als volgt... ...namelijk waar je eerst i is x kwadraat had... ...kan je die f en g samen zien als x is i-kwadraat. En controleer dit maar. Wanneer je nou bijvoorbeeld kiest i is 2... ...nou, wordt dat 4. En dat klopt. Het punt 4,2 ligt namelijk op f. En wanneer we i is min 2 kiezen... En we katheteren dat, krijgen we dat 4. Dus 4, min 2, dat is een punt op g. Hé, hey, dus dit, dit klopt inderdaad. Dan kunnen we dat ook weer laten zien dat we uit deze formule x is i kwadraat ook weer die formules i is wortel x en i is min wortel x terug kunnen vinden. Dus kun je hieruit de formules van f en g afleiden. Nou, als x is i kwadraat, dan kunnen we ook zeggen i kwadraat is x. Als een kwadraat gelijk is aan een getal, hoe deed dat ook weer? x kwadraat is gelijk aan c, dan gaf het ook al x is wortel c of x is min wortel c. Dat kunnen we ook hier bij die functies doen. Namelijk, i kwadraat is x, dan geldt dus dat i is wortel x of i is min wortel x. En dat zijn de functies van f en g. fx is wortel x en gx is min wortel x. Hiermee hebben we dus even een beeld gegeven wat nou precies functies zijn en hoe het domein en het bereik hiermee samenhangt. In de volgende video gaan we het hebben over translaties, dus het verschuiven van functie en wat dat voor invloed heeft op het functievoorschrift, dus de formulevorm en ook het domein en het bereik. Dus tot in de volgende video.